Een hele goede morgen. Het is echt een heel goede morgen voor mij. Ik voel me namelijk echt veel beter. Ik heb zo lekker geslapen. Ik heb dus die calming muziek opgedaan voor het slapen gaan. En ik voel echt zo goed in slapen. Ga ik vanaf nu echt elke dag doen. En ik ga gewoon even lekker ontbijten en goed voor mezelf zorgen. Dat ga ik doen. Ik ga lekker een wrap maken. Ik ga een pannenkoek maken. Ik ga gewoon even lekker opstarten. Ik heb hier een groentewrap, de paprika versie met kalkoenham en lekker veel sla. Ik heb hier proteïnepannenkoeken met 0% suiker van Nesim is die eigenlijk. En daar doe ik deze pure hagelslag op. En dan voor de verandering even een theetje gemaakt in plaats van koffie. Zo, ik heb me net klaargemaakt met een pakketje gekregen van Naked. Allemaal nieuwe kleding waar ik echt gewoon heel erg blij mee ben. Dus ik heb gewoon gelijk een paar dingen aangetrokken. Ik wil jullie even mijn outfit laten zien. Dit is mijn outfit. Ik heb echt zo'n heel leuk vestje van Naked. Ik vind het echt heel handig. Over een jurkje bijvoorbeeld of over dit topje. En deze broek is echt trouwens heel erg fijn. Maatje 38 van de Bershka. Hij zit ook echt heel erg mooi op mijn lijf. En hij is van onder. Ik weet niet of je het kunt zien. Van onder is die, zeg maar, loopt hij breed uit. En dat vind ik echt heel erg leuk met die trend. En hieronder heb ik mijn nieuwe laarzen aan van Naked. Die zit echt heel erg fijn. Vandaag even weer geen nepwimpers. Even gewoon een beetje een simpele make-up look. En dan heb ik zo een afspraakje met Nessie. Dat is een beetje de planning. En Nessie heeft de keuken schoongemaakt. Dankjewel, les schat. Ik voelde me vanochtend best wel goed, maar ik ben nu weer een beetje duizelig. Maar dat komt denk ik omdat ik mijn haar heb gedaan en zo. En dat is best wel een gedoe bij krullen, dus ik voel me nu een beetje zo draaierig. Maar ik ga het gewoon lekker rustig aan doen. Dus ik heb echt zulke leuke dingen gekregen van Naked, niet normaal. Maar ik ga het nog allemaal aan jullie laten zien binnenkort. Wat echt heel raar was, dat de postcode net weer kwam. Met alleen een pakketje met deze broek erin. Maar ik heb hem al in precies dezelfde maat. We gaan weer op avontuur na een lange tijd hoor. Echt leuk. Ja, echt leuk. We gaan heel leuke dingen doen vandaag. Ik laat je straks even in de auto weten wat we gaan doen. Wat we hier gaan. Vind je mijn nieuwe vestje leuk? Waarom kijk je zo raar naar mij? Beetje strak toppie. Oké, guys. Wij zitten in de auto. Ik ga even vertellen wat we vandaag gaan doen. Wij gaan vandaag namelijk laminaat uitkiezen voor ons huis. We hebben heel lang over nagedacht wat we precies wouden. We wouden eigenlijk het hele huis met tegels doen. Want het is gewoon lekker makkelijk om schoon te houden. Weet ik veel wat. Maar we hebben uiteindelijk toch besloten om alleen, zeg maar, de begane grond voor tegels te doen. De begane grond tegels te doen. En dan boven gewoon wel echt gewoon voor laminaat te gaan. Hè? Nou, dat is het eerste wat we gaan doen. En hierna, want we hebben natuurlijk al de keuken, hebben jullie al gezien. Hierna volgt de badkamer. Die gaan we dan uitkiezen. En dan zijn we eigenlijk voor de grootste gedeelte klaar met de eerste stappen. Dat kunnen we eigenlijk daar al wonen. Ja, oh ja, tegels moeten we nog uitkiezen. Tegels moeten we nog uitkiezen. Maar ik wacht met de tegels, omdat ik eigenlijk de marmer die ik heb gekozen voor de keuken, de exacte kleur, moet ik nog uitkiezen in de fabriek. Of ja, bij de leverancier. De exacte kleur moet ik nog uitkiezen bij de leverancier. Want het kan soms een beetje afwijken. En dan kan ik daar de tegels een beetje op afstemmen. Dus vandaar dat ik daar nog een beetje mee wacht. Maar ja, een kleine update over ons huis. Even bij de tank gestopt. Om een smoothie te halen voor mij met... waarom staat niks erop? Framboos en mango. Met framboos en mango. Want ik merk dat gisteren die smoothie me echt goed deed. Dus ik ga lekker weer smoothies drinken. Gemaakt, ja. Nice. Met de banana, lekker hè? Yes! Wij moesten onderweg zo nodig naar het toilet. Toen gestopt zijn bij de KFC. En even allemaal naar het toilet zijn gegaan. Die gasten. Jezus! I got you! Oh, wat snade! Schaam jij je nu? Doe normaal! Dat is een mooie auto, man. Welke is dat dan? Wij zijn weer onderweg naar Rotterdam. Wij gaan weer even lekker naar de Arab. Waar we dus laatst waren, waar we helemaal onder de indruk van waren. Yes. Gaan we daar lekker even eten. Koerdisch kebabi. We hebben zin in kebabi, een lekkere rijst. Ik moet zeggen dat ik me tot nu toe best wel oké voel. Maar Nesim's moeder zei dus tegen ons dat als je dus echt
bezig bent en druk bent met iets in je hoofd, dat je daar dus minder last van hebt. En op een gegeven moment, als je dus op de bank gaat zitten, of weet ik veel, gaat zitten, dat je hoofd dan gaat draaien. En dan ga je ook lopen piekeren erover, dan ga je er wat denken. Ja. Dus misschien moet ik me gewoon even bezighouden deze dagen. Misschien moeten we samen een sport gaan zoeken die we leuk vinden. Gaan squashen of zo. Echt, hè? Zullen we gaan tennis samen? Oh, dan krijg ik altijd zo'n tennisarm van. Jee. Maar dat lijkt me wel leuk. Meisje, hè? Leuke bezigheid met mij, wil je? Squashen. Ik was zo gezellig. Dat is bed met ik wil paardrijden. Deze vrouw, ja, alsjeblieft. Ton. Wat wil je gaan paardrijden? Je bent bijna 30, man. Wat heeft dat met leven te maken? Ken je iemand van 30 die op een paard rijdt? Stop met fitness, je bent ook bijna 30. Ja, juist daarop. Fucking kinderachtig. Ga gewoon accepteren gewoon je bierbuik. Ik heb geen accepteer bierbuik. Je, accepteer je bierbuik, jawel. Ik heb geen bierbuik. Accepteer je bierbuik, je dikke billen ook. Accepteer alles maar, ja. Wat losjes in je armen? Oh mijn god, hoe kan het als ik ooit met jou naar Arabische bruiloft ga? Kan je echt helemaal niks? Wat? Ik kan niks, man. Halai of zo? Ik kan gewoon halai doen. Welke maar ik ben gewoon geen dansen. Ik kan niet dansen. Ik ben te lomp om te dansen. Nee, maar ik vind dat jij het wel gewoon moet kunnen. Ik vind helemaal niks. Hoezo ben je die lompe guy op de bruiloft die niet dans? Hallo, man. Ik wil niet dansen op bruiloft. Wat doe jij dan? Fucking ongemakkelijk. Maar wat doe je dan? Iedereen kijkt zo naar je. En maar wat doe jij op bruiloft dan? Zitten als man. Mannen zitten op bruiloft. Helemaal niet. Zeker dansen. Wel. Mannen zitten, die eten chicken dick, beetje drinken, shisha, dat ze gaan man. Dansen zo. Ja, dat kan ik wel, maar ik vind het gewoon ongemakkelijk. Ik hou er niet van. Ja, ik vind het gewoon raar dat je wel op een stage kan staan en wel komt. Maar ik dans toch niet? Als ik mag praten, ja? Dan vind ik het leuk. Als ik iets mag doen. Nou, praat dan gewoon terwijl je dans. Ja, maar dans vind ik gewoon ongemakkelijk. Nou, ik vind het echt belachelijk dat iemand gewoon wel kan optreden en alles voor een groot publiek, maar ik kan niet dansen met mij. Ik hou er niet van. Oh, dus ik. Je zou nooit bij mij dansen. Of jij bent zo diegene bij mij dansen om mij voor schut zetten, hè? Doe gewoon. Dat is dan iemand die mij heel lelijk aanmoedigt dat je gewoon niet meer wil dansen. Ik, ja, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Ik vind het zo verschrikkelijk. Maar ik ga niet dansen met jou. Pardon? Ik ga niet dansen met mij? Ja, zo. Ik kan wel zo romantisch met jou dansen. Nee, je gaat romantisch met me. Dat vind jij. Jij vindt dat niet leuk. Nee, ik vind het niet leuk als je gaat giechelen en lachen. Dat vind ik gewoon kinderachtig. Ik vind dat je dat niet moet doen. Als ik ongemakkelijk word. Moet je serieus nemen onze liefdesprikkel? Wie? Prikkel? Hoe zeg je dat? Perikkel? Luister. Als ik ongemakkelijk word, ga ik giechelen. Ja, jij bent erg een giechel. Ja, ik vind dat irritant. Als je gaat giechelen, is er toch niks aan. Ja. Loop je dan zo. Ja, ik heb zin in. Je moet gewoon serieus zijn. Ja. Je bent toch de man? Wanneer kom je op een trouwfeest überhaupt? Niemand trouwt. Ik ben nu al boos op het feit dat wij op een bruiloft zijn en jij niet danst met mij. Ik ga kijken naar hoe jij danst. Ik dans altijd sowieso gekkie. Ja, ga gekkie. Je bent echt vandaag, Ja, je bent al twee dagen aan stoot. Gisteren was je stoot, vandaag weer. Als ik een drugs ben. Dom hoor. Jalla, hemsje met die camera alsjeblieft. Je doet niks. Allah is aan die. Nee, het is donker, hij weet niet meer veel bij. Jezus Christus. Oh, we zijn bij de kababi. Gaan we weer een lekker linzensoepje. Is vandaag mijn maaltijd. Ik heb lekker lam met rijst en met fasolie en ook nog okra. En Nessim heeft kebab. Alles is weer zo lekker vandaag, hè? Love it. Ben je weer lekker een broodje aan maken? Een broodje aan maken. Wat doe je erop? Alles. Oh. Enjoying the food, yes. Met Aladdin muziek op de achtergrond. Wanneer je gewoon echt in zo'n Arab trance zit. Waarom eet
krijg ik een banja. Ik vind banja heel lekker. Serieus? Ja, niet zo. Boe. Boe. Ja, ik moet zien wat je gaat doen. Oh, ik ga lekker de kebabi. Oh, wat is dit? Ik ben zo in deze vlog. Kebabi, en dan doe ik zo lekker tabbouleh zo. En dan leg ik in tabbouleh in een broodje zo. Dan doe ik die broodje dubbel vouwen. Ja. En dan dip ik het broodje in de saus van de fasolie. Jezus. Ja, ja, ja. Oh, wat een fantastische ervaring. De vorige keer hadden ze ons trouwens niet herkend. En nu waren we er vandaag heen gegaan. Toen zei ze iets van YouTube of zo. Want ze kan niet zo heel goed Nederlands, toch? Ja, en toen kwam de eigenaar een foto met ons maken. Dat was wel grappig. Dat is wel lekker. Yes. Ja, tot straks, hè? Je bent gewoon lieveling. Dat is niet waar. Ik kan gewoon goed lullen. Ja, maar jij krijgt altijd wel van elkaar en ik het niet. Oh, Jalla, ga maar douchen. Ik ga me omkleden en dan kom ik. Oké, okay, nou, tot straks. Tot straks. Doei. Doei. Ik heb me lekker omgekleed. Ik heb een trui aan van Nessie van Friends. Dat is echt heel erg chill. Oh, dat is echt mijn lievelingstrui. Haal het niet eens door. En ik ga nu even lekker mijn vriendin ophalen. En zij blijft het weekend bij mij slapen. Ik heb er echt veel zin in. Ja, het is vooral omdat ik me nu iets beter voel of zo. Zo even. Wil ik echt graag even wat doen. Omdat ik gewoon... De afgelopen 2 dagen had ik echt zoveel op de planning. En ik heb echt helemaal niks gedaan. En ja. Heb je mijn auto-sleutel? Volgens mij wel. Zo. Oh, mijn auto ziet er echt niet uit. Ik heb deze broek eronder. En deze... Oh, zie je dat? Deze schoenen. Zo, deze fles met water even meenemen. Ik heb het gevoel alsof het echt goed werkt dat ik wat beter aan het drinken ben. Want ik heb vandaag dus geen koffie gedronken. Ik heb alleen maar thee en water gedronken en een smoothie. Wanneer je in Nessim's auto moet rijden. Oh mijn god. Gasten guys, kijk wat mijn snack is voor onderweg. Liga-koekjes heb ik echt zo lang niet gehad. Mijn mama is altijd mee vroeger naar school. Dat vond ik altijd zo lekker. Wat ik dus wou zeggen over die koekjes van Liga is dat ze dus vroeger heel erg gepromoot werden. Omdat ze zogenaamd gezond waren, omdat er dus melk in zit van kinderen. Maar het is fucking ongezond. Er zit zoveel suiker in. Ik ben alweer thuis. Wij hebben bezoek. Krijgen jullie snoepjes? Oh. Hier. Kom, oh. Oh, wat gebeurt hier?